Jurgen, wat een enorme tik moet dit zijn. Ja, ik denk het wel, ja. Als je zo slecht begint aan de wedstrijd, uiteindelijk ja, scoor je wel één keer. Dan krijg je in de tweede helft vele kansen ook nog, aan het eind ook nog. Ik denk wel dat het al met al wel zuur is, heel zuur. Ja. Als je zo begint weer twee van dit soort goals weggeeft, ja, dan maak het jezelf moeilijk, want het kost ontzettend veel kracht. Tegenstander die met veel mensen achter de bal speelt, op de counter speelt, wacht op de fouten die wij maken. Je moet zo geconcentreerd spelen en als je dan 2-0 achterkomt, ja, dat kost enorm veel energie. Nou, ik kan niet het elftal verwijten dat ze niks aan gedaan hebben. Ze hebben alles geprobeerd om op 2-2 te komen, maar vandaag mocht dat niet lukken. En daarna, ja, als we goalscorer spelen weer samen, spelen weer als een team. Verdedigen als een team, vallen ook aan als een team. En ja, we creëren ook gewoon veel kansen. Is er toch wedstrijdspanning, finale spanning? Ja, ik denk dat de nieuwe mensen wel weten waar het aan ligt. En ik ga daar niet meer over uitweiden. We hebben 2-1 verloren. Dit had een toetje kunnen zijn voor een seizoen waar het niet helemaal mee heeft meegezeten. Waar we totaal onnodig fouten hebben gemaakt en de wedstrijd hebben verloren. Ondanks dat zijn we tweede geworden, spelen we voorronde Champions League. Daar kunnen we blij mee zijn. Maar over het geheel genomen, met de kwaliteiten die we in die groep hadden, hadden we meer moeten halen. Ja, ik heb geen idee. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik denk. Spanning? Nee, ik denk het niet. We hebben vorig jaar ook al een bekerfinale gespeeld. Dus ik zou niet weten waar het aan ligt. Was je verrast dat je ging beginnen? Ja, nee, eigenlijk niet, omdat mijn tas een pijntje had. En de trainer had al gezegd dat ik zou beginnen. En je pakt, ja, hoe schaal de troost ook ik, maar wel je doelpunt mee. Ja, zeker. Daar ben ik ook zeker blij mee. Alleen ik had liever dat we gewoon hadden in plaats van mijn doelpunt. Dus is dit een hele pijnlijke middag, avond? Voor mij zeker.